Yo allemaal, welkom terug bij de Bucham Podcast. Vandaag zit ik hier met Senne, of B-Fam. Of B-Fam, Senne, B-Fam. Yes, sir. Zeg een keer waarvan de mensen jou kunnen kennen. Ze kunnen mij kennen van YouTube, TikTok, of als DJ, producer, van die dingen. Alright, alright. Ja, want sinds kort, sinds een maand geloof ik, ben je nu een daily vlogger. Ja, vandaag een maand. Yes, proficiat. En hoe bevalt dat? Hoe voelt dat of hoe is dat om de daily te vloggen? Ja, goed wel eigenlijk, want ik heb heel lang stilgezeten, niks gedaan, op mijn kamertje gewoon zo gezeten. En toen dacht ik van, er moet verandering komen. Ik ga gewoon daily vloggen, dan heb ik elke dag een excuus om iets belangrijk te doen voor content. Dus ja, op die manier. Ja, cool man. Ja, en tegenwoordig, je vlogs krijg je al redelijk goede views voor een maand bezig te zijn. Dus proficiat daarmee. Dank u. Maar ik heb je ook leren kennen, niet van de vlogs, maar van een video die je had gemaakt samen met Acid, zeg maar. Kan je ze vertellen hoe dat was en wat je gedaan had? Dat was eigenlijk toen ik terug wou beginnen met YouTube. Toen dacht ik van, ja, wat ga ik doen? Ga ik vloggen? Toen wist ik het nog niet zo goed. En toen kwam ik op het idee om bekende mensen of YouTubers te verrassen met special gifts naar hun, wat zij doen en zo. Dus ik dacht, ja, Acid, YouTuber. En Celine Michiel hadden op dat moment juist hun... Of die hadden nog juist hun Golden Play Button niet. Toen dacht ik, ik ga gewoon een Golden Play Button maken, die aan Acid geven. Dan heeft hij die voor Celine Michiel. Ja, ja, ja. Ja, op die manier. Ja, inderdaad. En dan heb ik, zoals misschien jullie al weten, de Acid-schoen gemaakt en het ook aan hem gegeven. Yes. En ik heb jou eigenlijk gebeld daarvoor om zo raad te vragen hoe dat ik dat best zou geven en zo. En trouwens, vandaag, dat is wel heel cool, ik heb net op zijn Instagram-story gekeken. En vandaag heeft hij de schoenen aangedaan op een story. Oh, joh, vet. Ja, dus dat vind ik wel heel cool om te zien, want ik had ze nog nooit gezien op zijn socials of iets. Of ja, niet. Ja, hij deelde daar inderdaad niks van. Ik zag ook wel die playbutton ergens van achter op de kast staan, een paar keer, maar ja. Ja, ik weet niet zo wat. Nee. Maar alleszins, vandaag heb ik het wel voor de eerste keer gezien, dus dat is wel echt heel, heel cool. Dus je zei, terug begonnen met YouTube. Was YouTube zo altijd al zo jouw... droom of zo? Of ja, wou je dat altijd al doen? Ja, ik ben... wanneer ben ik begonnen met YouTube? Ik denk toen ik 10, 11 jaar was. Ook met vlogs en ja, van alle gekke dingen. Het programma Wat Als, kent je dat? Daar ging ik namaken van VTM, zo van die dingen. Dus eigenlijk van alles. En dan ben ik daar lange tijd mee gestopt voor angst van reacties van mensen. Gewoon niet durven. En dan is ook dat DJ erbij gekomen. Dat is ook wel ongeveer op dezelfde leeftijd gestart. En ja, nu had ik zoiets van... ik ga dat gewoon terug beginnen. Ik moet gewoon niet denken aan de reacties van mensen. Gewoon, dat is hetgene wat ik graag doe. Dus ja, ik kon niet blijven wachten, snap je? Ja, ja, dan ben je ook de eerste Belgische vlogger eigenlijk een beetje, hè? Ja, ik had reacties gehad van mensen die zeiden van, je bent toch niet de eerste. Er is een koppel ergens die al 2000 dagen of zoiets vloggen. Die hebben ook al 20.000 subs. Maar ja, ik zie dat niet als concurrentie of zo. Ik doe gewoon mijn dingen. Wie weet. Lukt het, wie weet niet. En wat is dan zo wat je doet met YouTube of zo? Of wat wil je ermee bereiken of zo? Of 100.000 subs? Of... ja, ik denk dat dat wel de droom is van iedereen. Als je YouTuber bent, dan denk ik dat dat wel een leuke mijlpaal is. Maar het zou inderdaad wel fijn zijn, moest ik daar mijn job van kunnen maken. Ja, dat zou wel gewoon leuk zijn. Ja, je zegt hier iets interessants, want wat doe je nu? Heb je een extra job of is YouTube het enige wat je doet? Nu ben ik editor van beroep dus, en videograaf, dus voor bedrijven. Samen met een kameraad gaan we filmen voor bedrijven, dus promovideo's maken. En dat is eigenlijk het beste om te doen, om te combineren met YouTube. Dan kan ik gewoon in de avond editen of even snel tussendoor. En daarom kan ik daily vloggen, daarom heb ik die tijd. Dus dat is wel echt chill. Ja, cool. En voor wat soort bedrijven maak je dan films misschien? Van alles. Ene dag staan we een aftermovie te maken voor Sunrise of Sunset. Voor een festival, eender welk. En de andere dag staan we in een open haardwinkel een open deurdag te filmen. Dus echt heel uiteenlopend. Alright. En is dat makkelijk om klanten te vinden dan? Ja en nee. Je kunt blijven uitsturen en er zal wel binnenkomen, maar het is vooral connecties. Hè. Ja, ik denk dat op veel jobs wel is, connecties, het belangrijkste. En dan, je had gezegd dat je op je 10 jaar begon met zo YouTube en zo. Waarom ben je daarmee begonnen? Wat was je verhaal, zeg maar? Toen kwam een kameraad, denk ik, van mij af. Die zei van, hey, ik heb gevonden hoe we zelf video's kunnen uploaden. Want ja, we keken natuurlijk allemaal wel YouTube. En ik wist eigenlijk niet hoe ik dat zelf moest doen. En hij zei van, ja, we kunnen dat zelf doen. En toen gewoon op echt zo'n cheap Samsung tablet zijn we beginnen opnemen. En ik denk, de eerste video die we hebben opgenomen was dat wij commentaar gaven op voetbal. Ik ken niks van voetbal, het was WK of EK, I don't know. En daar hebben we toen gefilmd en gewoon, dat was onze eerste video. En dan verder gegaan met zo van die milkshake vlogs en allemaal gekke dingen. En welke YouTubers keek je dan misschien in die tijd toen je 10 was?
toen was fun. Dat waren Mert en Dylan Hages en Enzo Knol, gewoon de typische YouTubers van toen. Ja, ja. En welke YouTubers kijk je vandaag de dag dan? Ja, ik keek wel op naar Gio, gewoon, ja, hij is natuurlijk daily vlogger, dus en op die leeftijd heeft hij al wel veel bereikt. Natuurlijk Enzo Knol. Average Rob? Ja, Average Rob. Ja. Wow, yo. Heerlijk. Dat wil ik nog zeggen. Daar heb ik zo lang over zitten nadenken. Ja, want die heb je ook ontmoet, hè? Ja, inderdaad. Maar hij, natuurlijk, dat is Engelstalige content, maar dat is wel echt next level hoe hij video's maakt. Ja, ook de color grading. Milan daarbij als videograaf. Hij is echt goed. Hij is ook echt lief, want je hebt hem ook ontmoet, hè? Ja, inderdaad. Inderdaad. Mij was ook super vriendelijk, want het is bij de Jamie's. Je kent het waarschijnlijk wel. En daar had ik hem dan ontmoet, zeg maar, om de schoen te geven aan hem. En dan had hij nog een ticket gegeven dat wij gewoon mee mochten in, zeg maar, de zaal met de Jamie's, waar dan zo alleen maar de creators en zo in mogen en zo. Maar dan mochten wij ook mee. Dus dat was zo nice. Hij is echt lief, ja. We hebben toen ook met die video een uur gepraat of zo, over YouTube, over school, over van alles. En die bleef maar tips geven. Dus echt heel down to earth. Ja, echt gewoon de beste YouTubers van België ook. Ja, ook, eigenlijk wel. En die stijgen ook wel heel hard, hoor. Ja, die groeien ja, echt insane. Maar ze verdienen het sowieso. Ja. En ook wat ze erbij doen, doet bij dan en zijn merchandising en zo. Dat is zo gek. Het is echt zo eigenlijk Mr. Beast van België een beetje, hè. Eigenlijk wel, ja. Guys, like als jullie Average Rob willen zien op de podcast, want dat is echt wel mijn droom dat hij hier binnenkort een keer komt. En je hebt gezegd dat je opkijkt naar Gio en Enzo ook. Is ook je plan om ooit met hun, zeg maar, een soort collab te doen? Ja, dat zou natuurlijk wel heel vet zijn. Ik bedoel, dat zijn, ja, je hebt 3 dagelijkse vloggers, denk ik, in Nederland. En zij, ja, die zijn insane hoe groot zij zijn geworden. En, maar ja, die doen dat ook al heel lang allemaal, hè. Ja, en ze doen ook al 10 jaar of 10 jaar, zo. Ik denk volgende maand zelfs 10 jaar en zo. Ja. Maar ja, natuurlijk, dat is, ik wil niet zeggen onrealistisch, maar dat zijn wel gewoon een van de grootste. Dus als dat lukt, zou dat wel heel vet zijn, ja. En dan doe je buiten YouTube nog zo DJ. Waarschijnlijk de naam BFAM komt waarschijnlijk van je DJ, dacht ik. Ja, inderdaad. Ja, veel mensen vragen dat ook aan. Ja, van waar komt de naam eigenlijk? Ja, dus eerst was ik een DJ-duo met mijn beste kameraad. En BFAM staat eigenlijk voor Brothers from Another Mother. Dus dat waren we. En zo zijn we op die naam gekomen. En hij is dan uiteindelijk weggegaan. Hij is eruit gestapt uit het DJ-gebeuren. En ik ben dat blijven verder doen. En ik had eigenlijk zoiets van, ik sta nu een beetje bekend. Vooral in mijn buurt, Hasselt Herk, onder die naam. Mm-hmm. Dus ik heb dat gewoon gehouden. En ja, ik denk dat dat wel op zich een goede naam is. Ik weet het eigenlijk niet. Maar, ja. Ja, ben je van plan om dat te veranderen naar Senne of zoiets? Of? Voorlopig niet. Voorlopig niet. Moet ik het veranderen? Misschien een keer een poll doen. Op inderdaad. Op je vlog of zoiets. Misschien is het niet makkelijk te onthouden. Want, ja, Senne is iets makkelijker. Er zijn veel mensen die zeggen BFAM. Omdat je legt niet direct de link dat in het Engels moet of zo. Dus. Ja, natuurlijk. Dus jij daily vlog natuurlijk. Dus hoe werkt dat dan? Dus is dat in de avond editen en dan de volgende dag uploaden? Of? Ik heb nog niet echt een vast schema van editen of zo. Het is gewoon wat ik vandaag film, moet morgen online komen. Maakt niet uit wanneer ik de edit, het moet gewoon op tijd komen. Ik doe mijn best, dat lukt niet altijd. Ja, gewoon, ik probeer altijd om 5 uur te uploaden. Ik denk wel dat ik gewoon altijd in de ochtend of zo alles ga editen. Dat dan alles de deur uit is en online staat op tijd. Dus. Mm-hmm. En ben je ook van plan om dat altijd bij even zelf editen of ben je van plan om te outsourcen? Ja, ik kan dat niet uit handen geven. Nee. Maar ja, je doet ook editing als beroep, dus. Ja, het is dat dus. Op zich. Ja. Want ik heb net gisteren een gesprek gehad met een editor om mijn editing te outsourcen, zeg maar. Naar echt zo een jong guytje eigenlijk, maar die is echt zo gedreven, gemotiveerd. Nee. Die wil zot graag editen en zo. En die kan het ook echt goed. Die heeft nu al een aantal shorts voor mij geëdit. Al mijn recente shorts zijn door hem gedaan. Maar nu wil hij ook mijn video's beginnen doen, dus. Hij zei van, ik wil jou Milan worden, zeg maar, van voor Average Rob. Dus ja, dat klinkt wel cool. Want dat is ook het ding, het verschil, als je daily vlogt natuurlijk, wil je, zeg maar, precies weten wat erin komt. Maar als je zo wat informatie type video's maakt, is dat anders. Voor uw video's dat wel misschien handig kan zijn. Ook, hij kan misschien dingen wat jij nog niet weet of zo. Dus op die manier. Ja, precies. En ja, vloggen is eigenlijk gewoon knippen en plakken, hè. Er is niet veel skill voor nodig. Je kunt dat wel, maar die tijd is er niet als daily vlogger. Alles moet snel gebeuren, dus van op die, ja, ik denk. Ja, maar Enzo outsource het wel, denk ik, hè? Hij wel, ja. Maar ja, oké, 10 jaar bezig, dan is dat misschien wel een verschil. Ja. En je DJ-carrière, vertel een keer daar iets van. Hoe is dat begonnen en waar staat het nu zo? En wat is de toekomst? Ja, ik weet het zelf niet zo goed. Vooral tijdens corona is dat stilgevallen, hè. Dat is wel eigenlijk echt boosdoener geweest toen. Ik moet zeggen, ik heb ook wel niet echt mijn best gedaan om dat verder te zetten. Ik had wel meer kunnen uitsturen zelf naar Vuiven of zo. Ik heb dan nu wel meegedaan aan die DJ-contest van TechMac, wat wel echt vet was. Ook echt een leuk team, leuke mensen. Alleen, ik denk niet,
ik draai te veel house of zo voor het vijf gebeuren hier in België. Ik denk dat ik meer richting de house en EDM ga. En in België is dat niet zo of zo. Dus ja, ik ben nu gewoon meer aan het focussen op YouTube. Ja. Ik denk wel dat dat terug gaat komen. Ook het produceren. Ik maak nog steeds graag muziek en ik zou ook nog steeds graag willen releasen. Maar ja, dat is gewoon ja, druk ook natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Nu staat gewoon full focus op YouTube. Maak je dan je eigen muziek ook voor je eigen video's? Nee, dat niet, dat niet. Dat moet je doen, man. Zo kan je dat toch een beetje combineren, maar ja, toch... Ja, dat wel, maar ik weet niet of die muziek past of zo, ja. Het is wel een goeie. Ik zal er eens over nadenken. Die man, sowieso. Ja, het is ook zo'n dude die ik ken, die muziek maakt voor onder mijn video's, ook onder deze podcast. Oh, alle deuntjes en alle kleine dingetjes die je hoort, zijn allemaal gewoon door die guy gemaakt. Omdat ik eerst zo copyright-free muziek van YouTube downloadde gewoon. Maar dan kreeg ik toch soms een keer zo'n AdSense strike, zeg maar, dat je geen geld krijgt van YouTube. Dus dan ben ik gewoon geswitcht naar gewoon alles door die guy gemaakt. Jij verdient al, hè? Ja, ik nog niet. Maar het is nu niet zo spetterend. Hoor. Ja, zo... nee, maar toch, ik denk dat het toch wel een leuke mijlpaal is of sowieso. Zo. En ook wel motiverend om verder te doen. En ben jij bijna monetized? Nee, nog lang niet. Allee, nog lang niet. Ik moet gewoon aan die kijkuren komen, hè. Dus ja, guys, ga allemaal de B-fan video's kijken. Check allemaal mijn vlogs. Dat hij de 4K kijkuren haalt. Inderdaad. Ja, het is gewoon, ik heb altijd redelijk korte vlogs gehad, dus ik was moeilijk om aan die uren te komen. Ja, maar ik doe nu echt mijn best voor zeker boven de 10 minuten, want het is gewoon, ja, je moet elke dag iets interessant filmen, hè. Het is nog niet zo gemakkelijk als, ja, gewoon... onbekende YouTuber dus. Ja, bij mij was het gelukt door de ACID video. Ik had nog steeds wel redelijk nice kijkuren opgebouwd van het afgelopen half jaar daarvoor YouTube. Maar dan de ACID video was alles gewoon in de lucht geschoten, alle kijkuren, alles. Dus dan had ik direct de 4000 gehaald. Ja, dat was toen ook wel, maar ik heb te lang gewacht, denk ik. Ik heb dat in de zomer gefilmd met ACID. En dan heb ik pas in november of zo terug een video gemaakt, dus veel te lang gewacht. Heb je binnenkort nog zo gekke plannen voor vlogs over te maken of random gekke ideeën bij je zwembad of zo? Ja, ik heb misschien nog wel ideeën voor mijn zwembad. Ik had lang het idee om een jetski daarin te zetten. Ik denk dat dat wel leuk lijkt. Dat is ook echt. Maar ja, dat is moeilijk te regelen natuurlijk. Duur vooral. Ja, dat vooral. Allee, ik zou geen jetski kopen natuurlijk, puur voor die video, maar nog steeds duur om te huren of weet ik veel wat. Maar ja, ik doe dat ook wel graag, zo gekke dingen. Daarom ben ik ook die vlogs gestart, om leuke dingen te doen in mijn leven. Ik zeg het, ik heb zo lang stilgezeten op mijn kamertje, ook met school, niet weten wat doen. En toen had ik zoiets van, fuck it, gewoon daily vloggen. Dan moet je elke dag iets geks doen. Mm-hmm. Of gewoon, ja, gewoon iets waar je productief laat voelen. Dus. Ja, inderdaad. Ik heb ook een keer een vlogweek gedaan, zo afgelopen maand. En dat was ook inderdaad gewoon leuk, gewoon elke dag zoiets random doen. Ook al was een dag dat ik zo... niet per se iets cool had gepland. En dan had ik toch gewoon zo mijn dag zo in een gegamified, zeg maar, om zo'n to-do-list af te gaan. En dat ik zo moet zo snel mogelijk alles completen en zo. Dus dan maak je inderdaad wel zo leuke dingen mee of zo. Ja. En dan over school. Je zegt dat school misschien iets minder was of zo. Wat heb je gestudeerd? En vertel een keer over je schoolervaring. Mijn school. Middelbaar heb ik automechanica gedaan. Dus echt iets heel anders van al mijn interesses, muziek en zo. Maar ik heb dat toen gedaan omdat in derde ben ik moeten zakken naar BSO, omdat ik gewoon, ik leerde nooit. Maar dat was eigenlijk wel fijn op zich. BSO was wel laag gehaald, veel kattenkwaad uit en zo. En het is mij wel elk jaar gelukt. Maar toch bleef zo een beetje, ik wil niet zeggen die haat, maar toch zoiets van, school was gewoon niet voor mij. Nu ook, ik heb proberen verder te studeren. Maar dat stilzitten is gewoon niks voor mij. Ik moet bezig zijn, ik kan niet zo op een bankje zitten en. Nee, ik weet niet, studeert jij verder eigenlijk? Nee. Middelbaar gedaan, dan heb ik echt alle opties overwogen van oftewel avondschool, oftewel zo graphic design studeren, business studeren, product design, allemaal dingen die mij wel interesseren op zich. Maar uiteindelijk toch beslist van, nee, fuck it, ik ga me gewoon focussen op de business en op YouTube en... Ja, inderdaad, ik denk ook op de dingen, of met de dingen die wij doen. Allee, ik wil niet aanraden om te stoppen met school. Ik denk dat dat wel duidelijk is. School is gewoon belangrijk, zeker het middelbaar. Maar ik denk gewoon op sommige gebieden dat je zelf meer kunt bereiken op kortere tijd dan met school. Ik denk ook zeker met uw brand, als jij elke dag keihard gaat werken en nieuwe dingen verzint, dat je veel verder kunt komen als dat je 3 jaar graphic design of eender waar gaat studeren. Ja, precies. Omdat je wordt gepusht om, je moet dingen doen. Ja, inderdaad. Nieuwe shit opbouwen, ook zo, nu de office. Ik moet dat wel betalen, dus ik moet ook nieuwe shit uitbrengen, dus ik moet... Dat heb ik nu ook wel. Je gaat alleen wonen, dus het geld moet binnenstromen. Je moet dingen doen, dus... Ja, precies. Maar dat is wel leuk, hè? Inderdaad. Het is wel een challenge, dus dat vind ik wel leuk. Ja, en over challenges gesproken, wat is de biggest challenge in je leven op dit moment?
gewoon overleven. Ja, ik leef van dag tot dag, echt waar. Ik ben echt een slechte planner. Mijn vriendin die zegt ook altijd van dat ik beter moet leren plannen. Maar dat is gewoon... Ja, ik ben maar een hoe noemt dat? College dropout, of hoe zeggen ze dat? Dus ik moet gewoon overleven. Ja. Dat is wel de biggest challenge momenteel. Mm-hmm. En hoe was school bij u? Wat heb jij zoal gedaan in het middelbaar? Of? Het middelbaar deed ik audiovisuele vorming. Dus dat is de fotografie en video. Ja. Dus eigenlijk best wel goed met wat ik hier doe. Met podcast, ja, ja. YouTube, al die soort dingen. En ook daar heb ik ook geleerd om te designen, zeg maar. Daar heb ik leren werken met Photoshop, met Illustrator, met Premiere Pro. Dus daardoor kan ik designs maken en daardoor ben ik Buchan gestart eigenlijk. Maar eigenlijk was dat zo een beetje een random keuze die richting. Het is niet dat ik zo van kinds af aan altijd al met zo video's bezig was. Ik wist gewoon niet wat te doen eigenlijk. Ik hield gewoon niet van school toen ik zo 12, 13, 14 was of zo. En Ja, en dan dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon audiovisuele vorming doen, omdat dat leek simpel voor mij. En het was ook best wel simpel, als ik eerlijk ben. Dus, maar het was wel leuk. Ik heb er zeker geen spijt van. Echt een leuke school, leuke richting. En daar ook super goede vrienden gemaakt. En dus daardoor is alles wat ik nu doe gestart eigenlijk. Dus... Ik denk dat het ook wel nice is om te zien dat het gewoon aan het lukken is. Hè. Allee, mm-hmm. Ik hoop dat dat ook zo is. Het lijkt zo, dus... Ja, best wel. Het ziet er wel goed uit hier, dus... Ja, je zegt dan, ik ben Buchan gestart op... Hoe lang bestaat het merk al? Nu 3 jaar. Drie jaar? Dat is eigenlijk nog jong, hè? Een jong merk. Het lijkt wel lang voor mij. Ik vind, ja, het lijkt ook langer, omdat zo'n big thing... Allee, voor mij, in mijn leven wel. Ja, maar ik merk nu ook wel... De tijd lijkt sneller te gaan als je zo meer doet. Want mm-hmm. nu met dat daily vlog, ik doe dat nog maar een maand. En je doet zoveel dingen dat veel langer geleden lijkt allemaal. Dus ik kan er wel in komen van 3 jaar als je dan zoveel dingen doet, dat wel lang lijkt. En dan volgende maand ga ik een pop-up store in Parijs doen. Dus dan ga ik zo Buchan International laten gaan. Feit. Wat wel heel cool is. Dus ja, zeker ook een mijlpaal. Maar dat is ook een risico pakken dan, hè? Van... Ja, gaan mensen geïnteresseerd zijn in Parijs? Allee, dat zult je misschien wel kunnen zien op je website of zo, maar toch, het is, het is ook niet bij de deur. Ook, je moet ook gewoon zorgen dat mensen geïnteresseerd gaan zijn, zeg maar. Gewoon influencers, sowieso. Een beetje marketing daar doen en zo, mensen samenwerken en al. En dat komt wel goed, denk ik, hè? Hopelijk. Maar ik was vorig weekend in Parijs en ik had een fotoshoot gepland met een influencer vandaar, om dan zo promotie te maken met hem en zo, of giveaway te doen zelfs. En dan letterlijk 1 uur voor de shoot had de guy afgezegd. Dus dan was ik zo, what the fuck, gast? Ja, dat is wel jammer. Ja, dat is echt zeer ambetant. En dan uiteindelijk was er gelukkig een guy van Nederland, die ik daar in een pop-up store had ontmoet. Was toevallig ook in Parijs, dus heb ik met hem wat foto's genomen. Dus dat is nog steeds wel leuk, maar nog steeds was dat leuker met die andere guy geweest. Dat is altijd beter geweest voor de promotie. Ja, ik snap. Maar ja, zo ziet je maar goed dat je dan die connecties hebt. Hè. Ja, precies. Dat je dan nog die Nederlander had. Ik ben wel gewoon geïnteresseerd om nog veel plekken te zien. En dat is ook cool voor vlogs, hè? Je bent naar Dubai geweest, hè? Ja, ik ben pas naar Dubai geweest. Ja, was gewoon wel super vet. Ook, ja, super nice voor de vlogs ook. Dat zijn die dingen die je direct doet of zo. Dus ik ben wel echt dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken, dat ik dat heb mogen zien. Maar ja, ik zeg het, ik wil best nog wel veel zien van de wereld. Ook altijd wel heel geïnteresseerd geweest in zo van die travel vlogs en zo, gelijk John Olsen, die deed dat zo wat op zijn manier. Ik weet niet of je die kent. Een bekende skier. Ik ga niet echt travel, maar gewoon zo in het buitenland. Dus dat lijkt me wel leuk, ja. Je had ook zo'n Spanje vlog gemaakt, toch? Dat je verschillende. Ja, want mijn vriendin, haar papa woont in Spanje. Ah, dus daar zijn we ook wel regelmatig. Ja, is ook leuk voor de vlog natuurlijk. Ja, want en ook als je geld begint te verdienen van YouTube natuurlijk, kan je gewoon van overal... Ja, je kunt van overal werken. En geld verdienen, en, ja. Inderdaad. Dat is wel een dream natuurlijk, hè. Ik ben ook van plan om volgend jaar, wanneer de office goed hier contact gedaan is, ook zo een paar maanden gewoon naar Bali te gaan. Of, ja? En dan naar zo Azië en Amerika, weet je wel, gewoon de wereld ontdekken, hè. Ja, veel mensen zitten... Ik denk dat veel van die content creators wel in Bali zitten. Allee, ik zie er toch altijd veel van. Ik weet niet of je Matt LeBlanc kent, ook zo'n... Die is dan begonnen met een GoPro gewoon te vloggen. Ik denk dat hij iets van rechter was of zo, ik weet het niet zeker. En dan is hij gewoon beginnen vloggen en nu is dat een van de grootste storytelling, travel, vlogging YouTubers. Dus dat is zo vet, hè. Die zit ook in Bali. Die heeft zo'n heel creator house gebouwd zelfs daar. Fucking cool. Zeker de moeite om langs te gaan, denk ik. Als ik ga, dan moet ik hier visiten, sowieso. En ben je van plan om echt zo te blijven vloggen gewoon tot... Nu wel, het ding is... Een jaar of zo, een paar jaar. Ja, ik kan dat niet loslaten. Als ik ergens aan begin, dan ga ik daar echt 100% voor. En ik heb ook zoiets van, als ik dat nu zelfs 1 dag niet haal,
dan voelt dat gefaald of zo. Mm. Dan gaan mensen zeggen van, ah, ik kan het niet aan. Mm-hmm. Allee, je mocht er niet aan denken, maar dat is wel een goede motivatie om door te doen. Ja, ja, tuurlijk. En ja, zeker bij vloggen, dat gaat niet op 1, 2, 3 dagen gelukt zijn. Mm-hmm. Maar ik vind het ook gewoon super fijn om elke dag te filmen. Ik hou van mijn camera. Ja, ik hou van filmen, dus. Mm-hmm. Heb je nog tips voor mensen die willen starten met vloggen of zo? Of YouTube of ik zou gewoon, dergelijke dingen? Ja, de beste tip is gewoon doen. Ik heb veel te lang gewacht om te beginnen. Altijd schrik gehad. Maakt niet uit wat camera je hebt. Ik heb nu deze, oké, die is al goed. Maar al heb je een iPhone of Nokia, weet ik veel wat. Als ik gewoon filmt, gewoon beginnen. En ik denk dat dat wel de tip is van elke... Allee, zeker die grote YouTubers, die zeggen dat allemaal van, je moet gewoon doen. Ja, precies. Als je een leuke video hebt en interesting stuff in je video, dan lukt dat wel. Ja, maar ook niet alleen bij YouTube, ook bij een brand starten of zo. Ik krijg echt elke dag de vragen bij de DM's van, yo, hoe start ik een merk en zo. Maar ja, jij zit ook gewoon begonnen op je kamer, ja, denk ja, ik. Ja, precies. Ik ben gewoon begonnen met 1 boek te maken, gewoon geknipt en geplakt zelf. En gewoon zonder iets te weten van fashion of zo, van design. Gewoon iets maken wat ik zelf cool vond en dan daaruit... Dus gewoon doen. Precies. En dan komt dat allemaal vanzelf wel. Je gaat ook veel leren onderweg van... Ik had beter dit gedaan of beter dit niet gedaan. Of, mm-hmm. Ja. En dan zult je alleen maar leren door te doen. Ja, ja, exact. Motivational stuff hier sowieso. Ja, nu klink ik als zo die typische... Dat is goed voor clips. Motivational speaker, ja. Maar het is gewoon zo. Je moet gewoon doen. En dat is en consistency, ja. Mm-hmm. Ja, dat is sowieso. Echt key. Wat ik zeg is doorzetten en verbeteren. Dat ja, is gewoon, ja, inderdaad. Gewoon een kleine verbetering, waar je net een beetje beter edit, een beetje betere thumbnail. Gewoon telkens, ja. En er zijn ook zo, zijn er boeken of podcasts dat je naar luistert of leest? Niet zozeer op ondernemersgebied of motivational shit. Gewoon, als ik iets grappig vind, dan kijk ik daar. Ik kijk ook wel de podcast van Logan Paul. Ik weet niet of je dat kent. Ah, Impulsive. Allee, als er een gast bij zit die mij interesseert. Mm-hmm. Of die van Ender, of... Ja, nu de Bennies van Enzo Knol is misschien kinderachtig, maar ik vind het wel gewoon lachen, dus zo fijn om te kijken. Mm-hmm. En boeken? Nee, ik ben eigenlijk nooit zo'n lezer geweest. Mm-hmm. Ik vind dat wel interessant, ik zou misschien ook wel eens meer moeten lezen. Maar ja, dat gaat er niet van komen, denk ik, of zo. Mm-hmm. Ja, moet ik echt een boek gaan kopen? Ja, het ding met boeken vind ik gewoon... vroeger op school moest je ook altijd zo een roman lezen of zo. Ik altijd zo, fuck dat, ik heb er geen zin in. En dat is altijd zo'n sleur om mij zo erdoor, zo 300 pagina's, kut. Maar nu dat ik zo mijn boek heb gevonden die ik nice vind, zo businessy-type boeken, ondernemer-type boeken, dan hou ik er gewoon van. Ik lees nog steeds niet zo vaak als ik zou moeten lezen, denk ik, of zo. Maar elke dag wel gewoon een beetje. Ja. En ja, als je dat doet, dan is dat wel beter als de meeste mensen, denk ik, of zo. Dus... Er was ooit iemand die gaf mij de tip van te lezen voordat je gaat slapen, in plaats van op je gsm te zitten. Ja, precies. Omdat ik had altijd moeite met in slaap vallen en toen zei hij van, je moet gewoon een boek lezen en dan gaat je lichaam denken, ah, iedere keer als ik een boek lees, dan moet ik eigenlijk gaan slapen. Nee, maar dan word je als je een boek leest, rennen in de middag, ben ik ook zo'n beetje moe. Dat heb ik ook wel een beetje niet. Oké, ja, dat snap ik wel. Ja. Maar inderdaad, dat is wel een goede tip, hè. Want ik had ook zo dat ik hem soms in de avond lees en dan ben ik gewoon zo... Ik heb het wel nog... Ja, ik zeg het, ik heb eigenlijk nooit echt gelezen. Ik zou dat wel willen doen. Zeker zo van over jezelf verbeteren en gewoon... Ja. Doen, man. Een boek dat ik aanraad aan u dan is Atomic Habits. Ja, maar over gewoontes. Mijn vriendin, haar broer, denk ik, heeft die gelezen. Uh-huh. En dat was ook zoiets van... Daar stond dan in... Dat is nu maar een klein voorbeeld. Ik weet niet of dat boek was, maar van... Ja, je moet niet zeggen van, ik ga elke dag opruimen of zo. Je moet gewoon zeggen, ik ben een proper persoon. Je moet zo anders gaan denken. Ja. Heel stom voorbeeld, maar die boek was. Of dat boek. Ja, ja, ja. Zeker doen, man. Misschien moet ik dat wel eens beginnen, ja, inderdaad. Moet eens proberen. Hoe oud ben je eigenlijk? 20. Ja. 20. En jij? 19. Ja. Dus van 3 dan, hè? Inderdaad. Big party dan hier in de office als je 20 wordt. Ja, ik ben wel van plan om echt iets crazy te doen. Ik was eerst van plan om een Bucham festival te geven in zo'n nice zomerbarplaats in Gent. Maar uiteindelijk heb ik hem gecontacteerd en het was zo moeilijk te regelen, omdat er heel veel events al gepland waren en zo. Dus het is gewoon een beetje moeilijk. Dus, maar ik wil het echt wel graag doen. Gewoon zo'n ziek event voor zo iedereen doorheen de jaren die een beetje mij heeft leren kennen van Bucham of ik weet niet wat. En ja, gewoon zo het bien uitdelen of zo. Gewoon iets in coole vibes even creëren, weet je wel. Goede sponsor fixen met Tobias. Giant. Ja, die guys zeiden van, we zien dat wel zitten, zeiden ze. Dus, ja, maar natuurlijk heb ik nog steeds geen goede locatie. Maar alleszins, ik heb ook zo'n giant Bucham schoen.
Ook zo van die zo random. Ja, dat is juist, dat heb ik gezien. Dat is wel echt vet, ja. Ja. Hij ligt daar zelfs. Ja. Ah, in die zak. Ja, ja. Kun je zo meteen opzetten als je wil. Past die hier binnen? Past een beetje, dat is wel heel de kamer gevuld. Kun je dat wel gewoon doen, en dat is grappig voor, ja, voor de video. Sowieso. Denk je dan ook al na over zo van, ja, Buchan bestaat nu 3 jaar. Denk je dan na van, ga ik iets groots doen bij 5 jaar of bij 4 jaar? Of denk je daar wel eens over na? Ja, ik denk zeker wel. Bij 3 jaar heb ik nu zo een maand lang zo elke dag een drop gedaan. Met zo allemaal heel veel nieuwe items die uitkwamen. Elke dag een giveaway. Ja. En ik wil zeker wel bij elke verjaardag van Buchan, zeg maar, iets crazy doen. Bij de 5 jaar dacht ik zelfs om de eerste schoenen ooit terug uit te brengen. Ah, zo, maar ja, zo heel limited, zo maar 100 paar of zo, of zelfs 50 paar of zo. Omdat heel veel mensen daar naar vragen, dus dat zou een coole milestone. Maar gaat dat nog vetter zijn, omdat ja, dat is nog 2 jaar verder, dus de brand gaat sowieso nog meer groeien. Ja, precies. Gaat het nog vetter zijn om dan de eerste schoen terug uit te brengen. Ja, ja, ja. Maar ik denk vooral gewoon zo na over, niet per se zo long term, of zo binnen een jaar of zo, maar ieder gewoon zo de komende paar maanden gewoon, ja, proberen zieke stuff te plannen. Daar heb ik ook zo'n nieuwe moodboard type of ding gemaakt. En zo alle dingen die ik wil doen en alles zo connected met elkaar. De podcast, de TikToks, de brand, alles zo hoe het connected is met elkaar en hoe dat ik het wil overeen laten lopen. Ik had gezien dat ding is Walt Disney dat ook had gedaan ooit een keer. Daarboven staat die. En dus, ja, dat vind ik wel inspirerend. Zo gewoon kijken om al mijn dromen en dan ook zo mensen daarvoor in te zetten die ze ons ook kunnen helpen met die stuff te realiseren. En zo bijvoorbeeld, ik wil misschien ooit wel zo een frisdrank maken of zo. Want ik ben zelf een best wel harde fan van zo iced tea of zo. Ja. Maar de meeste YouTubers en content creators maken zo, je hebt natuurlijk Average Rob die bier maakt. Je hebt ook zo'n Prime of zo, of andere energiedrankjes en zo. Maar energiedrankjes, ik heb daar nooit echt zo'n fan van geweest. Ook al Red Bull sponsort mij, dus nu ben ik wel een beetje een fan. Shout-out naar Red Bull. Ja, shout-out. Maar man, zo'n echt een nice iced tea gewoon, zo'n lekkere zomerse nice iced tea. Dat, ik weet niet, dat bestaat nog niet echt van creators natuurlijk, zo Lipton type stuff. Ja, let's go. Dus ja, ik wil dat ooit wel een keer doen. Misschien dat samen vond ik met ook wel andere creator. Echt vet toen Prime uitkwam. Gewoon, ja, ja, ja. Dat is gewoon crazy. Hoe dat flesje eruit ziet alleen al vind ik zo vet. Die zijn zo sterk in hun marketing natuurlijk. Logan Paul en KSI, ja, niemand had verwacht dat die zoiets gingen doen samen. Ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt, maar met hun gevecht en zo. Ja, natuurlijk. Ja, dus dat was wel echt crazy toen dat uitkwam. Dat is ook al meer dan een jaar geleden. Ja, heb je het geproefd al? Nee, nog niet. Ik heb dat eens besteld ergens en dat was best wel heel zoet. Maar ik ben daar wel voor, dus ik vond het wel lekker. Maar er zijn veel mensen die zeggen dat dat eigenlijk niet nice is. Ja, ik moet nog een keer een taste test doen. Ik heb het nog niet gedaan. Ja, dat is meningsverschil. Ik ga niet oordelen over Prime. Nee, alright. Nou, ja. En ben jij van plan om zo later zo een iets van merch of dergelijke te maken? Ik denk dat merch sowieso wel vet is, maar dan moet je wel een redelijke fanbase hebben. Mm-hmm. En voor de rest weet ik het nog niet zo goed. Ja, ik ben eigenlijk nog maar pas echt terug te goed bezig met YouTube, dus alles is terug nieuw en moet er terug een beetje in komen, maar er liggen wel wat ideeën klaar, maar... En ook zo specialere dingen, of zo t-shirts en hoodies, patches, die soort stuff. Ja, ik weet dat niet. Of zo een energy drink of iets. Ja, ik denk dat sowieso wel vet is, alleen het probleem is, je hebt dan ook Don die dat doet, van in Nederland, je hebt dan Prime, Tobien nu. Mm-hmm. Dus ik denk dat... Ja, dat wel, dat de mensen dat wel gehad hebben of zo, de drang. Ik denk dat er genoeg aanbod is. Misschien een snackje of zo. Ja, wie weet. Ja. Misschien een nieuwe Mars of Snickers. Ja, zoals natuurlijk Feastables van Mr. Ja, Beast. Ja, inderdaad. Ook zoiets cools. Dat zou dan wel nice zijn voor hier, want ik weet niet of je Feastables zelfs kunt bestellen hier. Ik weet het ook niet. Want dat is, ja, Mr. Beast is Amerika natuurlijk, dus misschien willen de mensen dat hier ook hebben. Wie weet. Ja, maar ik denk dat wel echt zo de toekomst is. Dat brands zoals Mars of Kinderbueno of zo, van die randomized brands, dat allemaal over tijd gaat vervangen worden door zo'n creator-type brands. Of tenminste dat er zo'n concurrent gaat zijn van een creator. Omdat, dat is gewoon logisch toch? Je wilt die mensen supporten, maar misschien wil je geen hoodie of zo, omdat dat nieuw stijl is. Dan kan je gewoon een keer een drankje kopen of een snackje of zo. Om gewoon die guy te supporten en ook omdat je... Ja, dat is waar. Ik denk dat Mr. Beast ook die burger tent heeft gehad, zeker. Ja, ja. Dat was ook echt crazy. Ja, dat succes. Heb je die video gezien? Dat is een video... Ja, ja, ja. Ik heb daar een video van gezien over zo die twee, die daar zo'n documentaire... Colin en Samir. Ja, die. Ja, ik had ook gezien. Dat was echt insane, ja. Dat is, ja, zijn bereik ook, dat is een heel ander level, hè. Ja, echt gek gewoon. Echt inspirerend. Nee, maar inderdaad, ik denk dat ook wel dat op een gegeven moment wel gaat overnemen, zo de producten van creators, inderdaad. Mm-hmm.
Ja, ik ben ook wel benieuwd als, of ASICS daarop gaat kapitaliseren en iets gaat uitbrengen. En ja, ik denk, brand of ik zo. Denk echt dat ASICS... Ik heb het gevoel of zo, alsof die echt... Hij heeft natuurlijk ook die video gemaakt, ik weet niet of je dat gezien hebt, dat hem wilt verhuizen of zo. Mm-hmm. Dus ik heb wel echt het gevoel alsof die een van deze met iets bigs gaat komen. Ofwel verhuizen, ofwel gaat hij iets crazy uitbrengen. Mm-hmm. Maar ik denk, hij is nu zo goed bezig, zijn views gaan goed. Ik denk dat hij nu zoiets gaat moeten doen om het gaande te houden. Ja, snap wat ik bedoel? Om niet weer... we verwachten veel van u. Ja, inderdaad. Ja, maar ik hoop echt dat hij zo'n zieke skatebrand of zo zou maken. Ik heb iemand horen zeggen dat hij schoenen gaat maken. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ja, dat zou nog wel kunnen, ja. Ja, maar op zich zo skateboards met schoenen samen met zo typische skater accessories, zo baggy tees, jeans en al. Dat zou zo goed werken. Dus ja, het is gewoon wat hij doet. Dan zou ik hem beter contacteren. Ja. Voor een samenwerking. Ja, ik zou er zeker zien zitten, hoor. Hij zit als je dit ziet. Ja. Ik heb in de week mijn rijexamen ook, donderdag. Echt? Maar heb je theorie? Theorie heb ik al. Ja, spannend man. Hoe lang heb jij al hierbij? Ik denk 2,5 jaar nu. Alright. Ja, of lang man. Ja, wel 2,5 jaar. Ja, gewoon direct als ik 18 was, zo snel mogelijk. Mm-hmm. En dat is wel echt... Rijbewijs is wel een must, sowieso. Ja, ja. Maar ik weet niet of dat in Gent zo nodig is, maar als je verder wilt gaan, is dat wel... Ja, het ding is hier natuurlijk, ik woon 10 minuten van mijn huis, dus eigenlijk... Fiets ik altijd gewoon een kwartier, max, naar overal en ik heb nooit een auto nodig. Ja, is dat wel, dan snap ik dat je daar langer mee wacht. Mm-hmm. Eigenlijk, ik woon in... Ja, Hasselt is nu nog niet zo'n boerendorp, maar waar we nu wonen is wel echt... Kun je wel een auto gebruiken. Mm-hmm. Maar nu gelijk ook voor naar hier te komen, als ik op de trein moest zitten, dat is toch anders of zo. Ja. Dat is veel handiger. Heb je final tips voor mij voor mijn praktijkexamen? Genoeg afremmen op de motor, want daar was ik voor gezakt. Dus gewoon terugschakelen en koppeling omhoog, snap je? Op die manier. Je hebt twee keer geprobeerd? De eerste keer was ik niet door, voor die redenen. Omdat ik dus gewoon in neutraal maar soms, ging. Soms kan het toch niet? Nu gaat het een beetje technisch worden, maar soms ben je gewoon zo redelijk dichtbij de stopplaats al. Ja, dus dan oké. Okay. Ja, ik weet niet, dan moet je gewoon naar gewoon tweede of zo. En dan, heel snel. Ja. Oh, dat is kut, man. Ik kan je geen angst geven of zo, maar dat is wel een goede tip. Mm-hmm. Oké. Ja. En gewoon de typische, niet over een volle lijn rijden of zo. Mm-hmm. Niet te hard rijden. Ja. En moet je ook zo, dat was ook zo'n ding, je moet toch zo een gevarentest doen in het begin? Ja. Zo'n filmpje van 5 minuten of zo? Maar bij mij is al 2,5 jaar geleden, dus ik weet niet of dat nu nog zo belangrijk is, die test. Maar er staan filmpjes van op YouTube, dus ik zou die zeker kijken. Ja. Dat is wel een goede tip. Want soms is dat echt zo dat er zo, juist zo... de laatste seconde een been in beeld komt en dan zeggen ze, wat ging er gebeuren? En dan moet jij kunnen zeggen, er ging iemand oversteken. Dus dat is echt, ze naaien nu daar wel op. Ja, oké. Ik heb zo'n video gemaakt van hoe slagen voor je theorie rijexamen. Zo, wel bijna een jaar geleden gemaakt. En die blijft maar views krijgen. Ja. Dat is echt gek, dat is een van mijn derde meest geviewde video ooit. Maar misschien de eerste... moet je dan met GoPro's je praktijkexamen filmen. Ja, in inderdaad. Dat ik ook aan misschien een part 2 maken ervan. Maar we zitten nu in een podcast, zoals jullie zien. Was dat al lang een idee? Ja, een podcast. Ik vond het altijd wel cool om zelf podcasts te kijken en te luisteren en zo. Ook vaak als ik fiets of zo, of een auto rijd, of altijd een podcast of een trein of zo. Dus daarom dacht ik van, in België zijn er niet echt zo interessante podcasts waar ik naar luister, buiten die van Ender natuurlijk. Ja. Dus ik dacht van, weet je wat? Ik kan er eentje starten gewoon, hè. Ja, let's do it. Zeker. Fuck it. Gewoon doen. Plus ook zo ondernemerspodcast, dat is zo waar ik graag naar luister. Zo. Een beetje gewoon over dingen starten, YouTube-kanaal of zo, of een business of dergelijke stuff. En die van Ender is zo iets meer speels, gelijk. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Ze hebben ook dan zo een... Wat is dat met die blender en zo, zeker? Ja, precies. Of soms zo die random bits ertussen. Ja. Wat natuurlijk super tof is, maar dat is niet per se waar ik heel graag naar luister altijd. Dus dan dacht ik van, weet je wat, ik wil gewoon een beetje de podcast maken waar ik naar zou willen luisteren. Dat snap ik ook wel, want als je luistert, je hebt dat beeld natuurlijk niet erbij. Hè? Dus als die dan zo'n tattoo gaan zetten, dan heb je zoiets van, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja. Bij hem is het echt wel gemaakt voor de video. Ja, ik denk het ook wel. Bij mij iets minder, maar ook een beetje. Het is gewoon een nice plus. Dus als we die schoenen opblazen, dat is video wel belangrijk. Dat is wel een goeie. Nog een reden dat ik de podcast doe, is gewoon, ik wil zo wat... de jongeren inspireren, zeg maar. Zo mijzelf van 5 jaar geleden of zo. Ja. Wil ik gewoon kunnen aantonen van... doe gewoon wat je wilt, man. Begin gewoon iets en zet door en dan kan je het bereiken. Ja, inderdaad. Dat heb ik ook wel. Als ik zo andere mensen zie van... als zij dat kunnen, dan waarom kan ik dat niet? Dus ik denk dat dit zeker wel nice is, zo. Zeker voor ondernemers en zo. Ik
weet niet of ik de perfecte voorbeeld daar ben. Ja, ergens ook weer wel, want ja. Ja, ik doe ook gewoon... Ja, ik doe gewoon. Gewoon... Ja, precies. Gewoon mijn ding en... Ja, het is gewoon als je zoiets wilt, gelijk zo'n brand of zo... Ja, je moet gewoon werken. Meer kan ik daar niet over zeggen. Gewoon hard work beats talent. Goeie quote van shout-out naar Manuals. Die heeft dat ooit gezegd tegen mij. En ik denk dat dat wel waar is. Ik denk, je kunt zoveel talent hebben als je wilt, maar als je er niks mee doet... Denk jij dat TikTok YouTube gaat overnemen? Ik denk dat TikTok sowieso wel een hele goede app is voor te groeien, maar overnemen... Ik denk niet dat dat... YouTube is nog steeds anders of zo. TikTok is, ja... Natuurlijk de korte content, het gaat allemaal heel rap, maar ik denk voor zo'n dingen zoals dit, zo'n podcast, of zeker de content die jij maakt van kledingmerk starten of zo. Ik denk dat dat toch nog wel steeds nicer is op YouTube. Ik denk veel van die formats dat gewoon nicer is om te kijken op YouTube, sowieso. Ja, omdat je betekent ook gewoon niet zo diep kan gaan op een onderwerp. Dan moet je gewoon zo in 15 seconden moet je vertellen wat je wilt zeggen. Dus ik vind dat YouTube gewoon veel persoonlijker voelt naar je fanbase toe of zo. Gelijk, ik heb nu maar 1000 subs. Maar toch voelt het alsof ik meer fanbase heb dan met mijn in de 3000 volgers op TikTok. Snap je? Dat is, ja, die zien je filmpje en dat is weg. Je zit uit hun geheugen. Ja, dus, precies. Inderdaad. Ook omdat je zoveel op korte tijd krijgt gezien, je kunt dat niet allemaal onthouden. Dus. Ja, precies, precies. Maar dat is het ding ook, nu dat shortform zo helemaal populair is en hyped en al, zijn podcasts en zo'n longer form type video's ook wel populairder aan het worden. Ja, inderdaad. Dat mensen zo, het is gewoon meer contrast. Het is gewoon sterker die heel lange of de heel korte dingen. Ja, hoeveel podcasten zijn er wel niet gestart het afgelopen 2 jaar of zo. Ja, inderdaad. Dat is niet normaal. Ja. Alle YouTubers. Ja. Ook zo, ken je Kwebbelkop nog? Hè? Ja, precies. Ken je Kwebbelkop nog van vroeger? Ja. Die is ook nu zo, ik weet niet of hij het is, maar zo Jelly alleszins. Ja. Die hebben ook een podcast gestart opeens. Ja, superveel mensen. Ja, en zo Knol ook. Ja, tuurlijk. Omdat je gewoon kan clippen tegenwoordig met shorts natuurlijk. Ja, dat is zo goed. Ja, inderdaad. Ja, die combinatie. Dat is insane. Ik heb ook langs mijn vorige podcast allemaal geklipt en allemaal kleine stukjes. Ook allemaal zo duizenden views. Ik kreeg die altijd op TikTok. Ja? Ja, is het TikTok? Jawel, op TikTok. Ja, inderdaad. Want toen had je zo'n hemdje aan, denk ik, hè? Ja, inderdaad. Ik kreeg die wel altijd op mijn preview-page. Dus het werkt wel. Ja, tuurlijk. Ja, ik zie eerder TikTok als, zeg maar, promotie te maken voor mijn YouTube. Ja, inderdaad. En gewoon iedereen door te verwijzen. Altijd, als er zoiets grappigs gebeurt in mijn vlog of zo, dan clip ik dat altijd. En dan zeg ik dat op TikTok. Klik. Afgelopen week heb ik nog broodjes laten aanbranden en dan zet je dat stukje op TikTok en ja, iedereen vindt dat lachen en zo. En, ja, dat is wel een goede boost of zo voor te groeien. Dat ja, sowieso. Ja, maar ik zou sowieso TikTok niet echt beschouwen als de homebase. Het voelt gewoon niet zo. Nee, inderdaad. Snap je, als je daar veel volgers hebt, maakt het niet uit, maar als subscribers, dan is het wel zo. Ja, dat wel. Want er zijn zoveel TikTokers die dan willen beginnen met vloggen en dat lukt niet. Omdat, ja, niemand is daarin geïnteresseerd. Dus ja. Ja, als TikTokers hun fanbase mooi kunnen overzetten naar een ander platform, dan is het echt nice. Dan doen ze dat echt goed. Maar meestal... Er is een DJ die ik ken, die heeft ook altijd gepost op TikTok grappen of gewoon grappige filmpjes vooral. Vooral zo van die... zo mopjes. Dus gewoon echt moppen. En die had dan op een gegeven moment zoveel volgers en dan is hij live beginnen gaan. Dus echt beginnen praten met die kijkers. Mm-hmm. En die heeft hij dan kunnen overzetten naar Instagram. Dus op die manier heeft hij dat wel... Allee, heeft hij wel serieuze bekendheid gekregen. Dus gewoon door simpel mopjes te maken. Maar je moet het gewoon kunnen overzetten. Mm-hmm. Dat is wel echt belangrijk. Dus echt door zijn livestreams? Ja, gewoon omdat hij live ging. En dan zei hij van volg mij even op Insta. En zo is hij echt... Ik weet nog, er was één avond dat hij een Kahoot-quiz deed op TikTok. Toen had hij 1000 volgers bij op Insta op één... Of op 10 minuten zelfs. Gewoon omdat hij zei, yo, de quiz is afgelopen, volg me even op Insta. En iedereen ging dat ook gewoon doen. Dus op die manier, crazy. Ik ben sowieso wel fan van TikTok. Sowieso. Gewoon, voor boost op je andere social media platformen, sowieso. Ja, ik was aan twijfelen om mijn podcastclips en ze ook te uploaden op mijn reels. Maar ik dacht dat het ook allemaal zo wat spammy zou worden. Zo elke dag een short en al. Dus ik ben misschien wel plan om een apart account gewoon te maken voor gewoon de podcastclips en gewoon de podcast en zo misschien. Ja, maar je kunt ook gewoon uploaden dat niet op mensen hun feed komt, maar echt alleen op de reels. Of ja, dat niet op je grid komt, dat dat niet daarbij staat. Want ik kan er wel in komen dat zo spammy kan lijken, ja, inderdaad.
Ik heb daar ook nog wel schrik voor zoveel te posten en zo. Mm-hmm. Zeker op Insta. Omdat je niet als een spammer wil overkomen of zo. Niet daar. Met je reputatie. Ja, reputatie, maar zoiets van... Ja, YouTube is zo... Dat wordt zo raar bekeken hier, vind ik, in België. Als je dat doet, dan is dat direct zo van, ah, je doet YouTube dus. Mensen gaan sneller lachen als supporten of zo. Mm. Alhoewel ik daar wel... Ik heb wel goede... Dat ik van mensen berichten kreeg van, yo, je zit daily aan vloggen, echt nice. Dat ik totaal niet verwacht. Dat ik dat echt van mensen kreeg, ja, wat ik nooit verwacht van die persoon dan of zo. Ja, want hier gewoon niemand doet dat. Dus als je dat doet, ben je al zo speciaal. Maar toch, ja, toch blijft die angst zo van mensen gaan lachen. Mm. Het is al veel beter, maar... Blijf toch ergens altijd zitten. Heb je dat niet? Totaal niet. Nee. Maar je hebt... Dat is bij u wel anders eigenlijk, want je hebt een... Ja, je hebt gewoon een grote brand. Daar kunnen we niet omheen. Dat is wel big, dat is wel nice. Dus mensen gaan je sneller respecteren, denk ik, omdat je al zoiets vet hebt, denk ik. Mm-hmm. En ik ja, ik denk gewoon dat zeker helpt. Zeker, dat is mijn zo competitive advantage een beetje. Dat ik gewoon dat al heb opgebouwd, zeg maar. En daar kan ik al video's over maken, kan ik zo referencen. Ja. Ja, je hebt goede voorbeelden en goede ervaringen om te delen in je video's. Dat sowieso. Ik heb een Engels kanaal gestart, omdat ik zo ook internationaal misschien wil proberen doorbreken of zo. Ik ga gewoon allebei proberen en dan zien wat er het beste werkt en daar gewoon op focussen. Want ik dacht allebei wel goed kan gaan, dus ik doe gewoon allebei. Ja, maar we hebben daar wel over gesproken, denk ik, hè, van dat het sowieso nice is wat je doet voor in België, want ja, niemand doet dat. Ja, precies. Mensen moeten dat altijd op Engelstalige video's gaan zoeken, dus ik denk dat het ergens wel gat in de markt is of zo. Ja, voor Nederlandstalige video's daarover te maken. Ja, maar ik denk dat Engels ook echt wel gewoon goed kan werken. En dus ik had het dilemma van, wat zou ik doen, die of die? Ja, dus ik doe ze gewoon allebei. Fuck it, ja, als het kan. Niet, als het kan, zeker doen. Inderdaad. Maar dus dat was wel een beetje eng om te doen. Omdat ik ben altijd gewoon Nederlands voor video's en ik kan wel best wel goed Engels, maar... Dan moet ik eens even gaan checken dan. Ja, toch is altijd een beetje awkward om een andere taal te praten, snap je? Maar ja, dat is oké. Ja, voor camera praten vind ik sowieso niet eng. Het is vooral als je zo bij nieuwe mensen zit of in het openbaar, dat dan nog wel spannend is. Ja, als je zo op de streets loopt met camera in je gezicht. Ja. Ja, en zeker zo ene, dat is... Ja, gsm is toch zo. Ja. Zo oké, maar... Dat is dan kun je nog zo doen om te lachen, van haha, we maken een vlog. Maar als ik met dit afkom, ja... Dan ben je serious. Ja, inderdaad. Hoe heb je dat dan geleerd zo, voor een camera praten? Ja, voor camera praten was van vroeger al, dat ging redelijk snel eigenlijk, nooit echt schrik voor gehad. Ja, nu natuurlijk, na zoveel jaar moet je daar opnieuw inkomen. Maar vooral de confidence om dat te posten. Ik denk gewoon echt het lange wachten. Ik was daar gewoon beu. Dus ik had zoiets van... Ik kan niet blijven wachten en mijn dromen... Allee, dromen. Ja, dromen tegenhouden. Door schrik te hebben van andere mensen. Dus eigenlijk had ik meer schrik... om mijn dromen niet waar te maken dan de schrik voor de reacties van de mensen. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, precies. Dus toen had ik zoiets van, kom aan, begin gewoon. En wie weet vinden ze het wel fijn. Dus op die manier is die confidence wel gebeterd. Ja, dat is mooi, man. Dank je. Ja, want iemand vroeg me ook ooit van, ik wil een merk starten, maar ik weet niet of ik het echt zou doen en zo en al. En dan zei ik gewoon tegen hem van, als je later op je sterfbed zou liggen en je zou het niet gedaan hebben... Zou je dan spijt hebben? En hij zei, ja, ik zou echt wel veel spijt hebben. Dus ik zei, ja, dan weet je het al, hè. Ik moet het doen. Ja, en die confidence is ook wel gekomen door... 6 jaar geleden is mijn vader dan overleden. En ik had zoiets van... Je mocht er niet van uitgaan, maar stel je voor, het is morgen gedaan. Dan heb ik gewoon nooit geprobeerd of zo. Of later op je sterfbed. Ik wil gewoon leven. Ik wil gewoon nice shit doen in mijn leven. Dus ja, daarom dat ik gewoon ben beginnen doen en zoiets had van... Fuck it. Ja, het is goed dat je daar zo'n twist hebt aangegeven en iets positiefs van gemaakt hebt, zeg maar. Ja, inderdaad. Op die moment was dat wel moeilijk. En nu nog steeds, ja, dat is natuurlijk... Ja, dat is... Je vader overlijdt. Dat is iets wat je nooit verwacht. Maar nu kan ik dat wel goed omzetten als motivatie of zo. Dat kan misschien heel raar klinken voor sommigen. Maar... Dat ik dat heb meegemaakt... Is nu wel, dat heeft mij de persoon gemaakt die ik nu ben. Klinkt heel typisch, maar het is wel echt zo. Like, vroeger was ik heel introvert, nu nog wel, maar het is wel echt veel beter. En ook op vlak van chasing dreams en zo, dat is wel gewoon een goede motivatie. Mm-hmm. Ja, dat is mooi, man. Dus dat is, zeg maar, ja, dat is je main motivatie, was je eigenlijk tegenwoordig van ja. Waarom je dingen doet. En ja, wel. Eigenlijk wel. Ja.
zoiets van het leven is kort, waarom dan niet gaan voor de dingen die je graag doet? Waarom zou ik op een kantoor gaan zitten als ik dit ook gewoon kan proberen? En wie weet lukt het wel? En dan heb ik wel gewoon een nice leven, omdat ik dan dingen doe die ik graag doe. Dus. Ja, je hebt pas weten wanneer je het geprobeerd hebt. Ja, inderdaad. Maar ik heb ergens ook wel zoiets van... Ik denk dat alles mogelijk is. Ik denk niet dat er iets is wat je niet kunt bereiken. Zeker als je dat wilt. Mm-hmm. Dat klinkt nu ook weer zo, zo typisch, maar het is gewoon zo. Als jij morgen piloot wilt worden en je studeert er keihard voor, dan lukt dat. En als jij morgen het grootste frisdrankbedrijf wilt hebben en als je daar echt voor werkt, dan lukt dat. Het is gewoon, dat gaat niet van de een op de andere dag. Je moet gewoon blijven werken. En het ding is, ik denk dat veel mensen afhaken na een tijd omdat het niet te snel groeit of ze denken dat het niet lukt. Maar net op die moment moet je doorzetten en dan gaat je denk ik wel verschil zien. Mm-hmm. En dat zult je ook wel meegemaakt hebben, denk ik. Ja, tuurlijk. Want ik weet dat er heel veel mensen, toen ik mijn brand zou starten en zo, ook startte op dat moment zo, op mijn 16 jaar ongeveer. Maar het verschil is dat zij zijn gestopt na een paar maanden, omdat ze geen volgers kregen, geen sales en dat. En ik ben blijven doorzetten, ook al ging het ook niet supergoed. Maar dan uiteindelijk, na 3 jaar, gaat het nu al echt heel goed. Dus, ja, dat is nice, hè. Ja. Maar dat is 3 jaar, er zullen weken bij gezeten hebben of dagen dat het minder ging. Of... Ja, en op die moment moet je doorzetten, hè. Ja. Maar nu nog steeds denk ik soms wel van, oh, waarom doe ik al deze shit, ja. Was ik maar gaan studeren. Maar meestal niet, no worries, maar... Soms is het eigenlijk zo heavy. Kan ik al inkomen. En Senne, heb je nog laatste vragen voor mij of voor de kijkers? Of voor, ja, dat je wat zeggen? Ja, ik zou zeggen voor de kijkers, laat weten wie je de volgende keer wilt zien. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel sowieso een goede vraag is. En voor u, is er nog iemand waar jij naar opkijkt of die je echt super graag op de podcast wilt? Of... Mm-hmm. Sowieso mijn 2 dream guests, die zo Acid en Evertrop, sowieso. Gewoon omdat dat de biggest van Belgium zijn. Wat? Gewoon omdat dat de biggest van Belgium zijn. Ja, precies. Maar dan iemand waar ik wel echt naar opkijk, tegenwoordig Iman Gadzi, dat is zo, die ken ik zo'n financy-achtige YouTuber. Ik vind wel echt een coole guy, ook hoe dat hij dingen aanpakt en zijn. Ja, inderdaad. Ik kijk hem nu niet zoveel meer, maar vroeger heb ik wel veel voorbij zien komen en af en toe al een video gekeken. En inderdaad, ik denk dat ook wel meer met uw brand te maken heeft en zo. Ja, precies. Die is zo mega, zo hyper succesvol op zijn 23 jaar. Dat is ook zo inspirerend. Dus maar dat vind ik ook... Ik vind het vet als jonge mensen veel bereikt hebben of zo. Dat vind ik altijd wel. Dus dan is het zoiets van... Het lukt wel, het kan wel. Ja, precies. Het is mogelijk. Maar zelfs ook Average Rob, die is 32 al, hè. Dus ja, dat zou je niet dan, zeggen, hè. Nee, dat zou je niet zeggen, maar dan denk ik wel eens van, er is nog tijd, snap je? Dat je niet zo fucking jong moet zijn. En ik dacht, holy shit, 32, of toen was hij 30 of zo, had ik hem wel echt niet gegeven. Ja, en zijn broer is dan zoveel jaar jonger, dat is echt gek. Ja, want 32, dat is nog 13 jaar dat ik tegen kan doen. Dan kan je crazy shit opbouwen, hè. Ja, dat zijn mijn 2 dream guests. En iemand kan zien. Cool zijn om ooit te ontmoeten of zo. Stel je voor, ooit op de podcast. Stel je voor, als ik mijn Engelse kanaal meer uitbreid. Ja. Inderdaad. Dus guys, zeker subscriben op mij, maar zeker ook op Senne of BFam op YouTube, sowieso. En kijk zijn video's dat hij de 4K watch hours haalt en geld kan beginnen verdienen ervan. Dat zou heel cool zijn. En check deze podcast misschien ook en dan zie ik jullie de volgende keer. Ciao. Bye bye. Of gaan we nog zo schoendingen doen? Als bonusclip. Ja, bonusclip na de... Ja, moet ik daar iemand op gaan? Maar ik moet erbij staan. Oké. Kan je zo random ding al zitten? Dus is deze schoen?